wedstrijd wordt vooraf gegaan aan een eerbetoon aan Piet de Zoete, oud-speler, oud-trainer, oud-bestuurslid van ADO Den Haag, die in mei al overleed. Vanavond de laatste thuiswedstrijd voor wat zijn 80ste verjaardag had moeten worden op 6 november. Stilte in Den Haag voor een oudspeler en niet zomaar een oudspeler. Een oudspeler met een carrière om u tegen te zeggen. Matteo Waam. Hamdaoui is de bal kwijt. Overname Smans. Ingreep Justin Che die hier fel doorgaat. Smans wint dat duel. Che raakt geblesseerd. En blijft geblesseerd op de grond liggen. Wedstrijd wacht er niet op. Berde. Gefluit omdat er dus geen aandacht is voor Che. Het is niet aan VVV nu om de wedstrijd stil te leggen. Dat is eventueel aan de scheidsrechter. Zo gaat de bal alsnog over de zijlijn. Daar was ook al even contact. En hier komt hij denk ik heel ongelukkig terecht. Che grijpt hij meteen naar zijn linkerknie. Dat is einde wedstrijd. Zoveel is duidelijk. Hier is zijn vervanger Tyrese Asante. Van Michum goed gekeken naar de loopactie van Veerman die prima is. Dat geldt ook voor de controle bij Henk Veerman die net een keer te vaak om zijn as draait. Asante. Veerman verlengt. Bijna valt de bal goed voor Klas. Zo komt er wat dreiging van de kant van ADO na bijna een kwartier. Hij kan niet echt tevreden zijn over de openingsfase. Al is VVV er nu wel vandoor. Goede opening van Smans. Simon Jansen. En daar valt hij bijna goed voor VVV. Eerste serieuze gevaar van de Limburgers. Geen overtreding blijkbaar van Berde. Martijn Berde mag door en kan scoren. Daar is de openingstreffer voor VVV na iets meer dan een kwartier. Het is 0-1 in Den Haag. Kudossou lijkt zich daar te verstappen. Berde doet niet veel verkeerd, mag door en scoort. Eigenlijk heel simpel. VVV niet echt overtuigend aan de wedstrijd begonnen, maar na een kwartier komt het tot leven. VVV op voorsprong. Daar komt VVV weer. Kastroep. En die bal is dan voor Nikiema. Maar na een begin vol twijfel van VVV en misschien iets te veel ontzag voor de tegenstander, is het nu toch echt de bovenliggende partij. Chera. Kort wegdraaien. Het is een van zijn kwaliteiten. Hier vindt hij Kastroep. Kastroep. ADO heeft het moeilijk. Ketting moet nu door. Smans. Berde. Lathouwers komt ook. Krijgt de bal. Lathouwers. Waar is Kozidis? Lathouwers kan het ook zelf doen. Goeie redding, Nikiema. Weer een prima kans. Na een sterke aanval van VVV. Een kans op 0-2. Hier aan de bal van Michum. Veerman. Asante. Goed gedaan. ADO. Schot van Klas is uiteindelijk lastig. Daarmee is ADO in de eerste helft eigenlijk nog het gevaarlijkste geweest met een aantal schoten van afstand. Voorzet Asante. Van de Sande wordt vastgehouden. Maar de scheidsrechter heeft geen overtreding gezien. Maar dit was toch wel gewoon
echt vasthouden. Volgende situatie waarbij er wordt vastgehouden in het strafschopgebied. Maar hier is de kopbal van Asante, maar die raakt hem niet vol genoeg. Voldoende afspeelmogelijkheden voor Kaarsdroep. Dit is Sierra. Elias Sierra. Sierra, dat zijn van die momenten dat VVV de wedstrijd naar zich toe kan trekken. Niet heel veel kansen geweest voor de ploeg van Kruis in de tweede helft. Dit is een mogelijkheid voor Sierra. Asante, Sumeli. Veerman gebruikt zijn lichaam goed. Veerman! En daar is het doelpunt. En dan staat het gelijk in Den Haag. Henk Veerman. Zevende doelpunt van het seizoen voor Henk Veerman. Die heel goed zijn lichaam gebruikt in duel met Roel Jansen. Bij VVV mopperen ze dat dit een overtreding is van de spits van ADO Den Haag. Veerman die niet echt in de wedstrijd zit. Maar dit natuurlijk wel uitstekend doet. En zo staat het gelijk. En scoort hij weer. Van der Zanden kwam van ver. Laat zich eigenlijk aftroeven, maar geeft niet op. En dan valt die bal via de kluts voor Van Michem. En is hier de kans voor Ideo om het af te maken. En dat doet hij. ADO op voorsprong. Zijn eerste doelpunt voor ADO Den Haag. En hij maakt hem op een heel belangrijk moment. Hij schiet ADO op voorsprong in de thuiswedstrijd tegen VVV. Smans. Passeert makkelijk, dat laat hij vandaag een aantal keer zien. Smans! En zoveel scheelt dat niet. Kalas iets druk met aanwijzingen voor Sumeli, zijn aanvoerder. Daar komt VVV weer. Twee man voor het doel en daar is bijna de gelijkmaker. Korzidis raakt de bal uiteindelijk niet vol. Is VVV nog in staat om een kans te creëren in het laatste gedeelte. Aardige voorzet in de richting van Doesburg. Alouche heeft Simon Jansen bij zich. Alouche, lekkere voorzet en daar is de kopbal van Korzidis. Geweldige redding, Nikiema. Korte corner nu, snel genomen. Alouche. En bij de tweede paal, daar is de gelijkmaker. Wie hem maakt is voor VVV niet zo relevant. Belangrijker is dat het gelijk staat. Smans heeft het doelpunt toch op zijn naam gekregen. En dan is het afgelopen en was het een meeslepend gevecht. Tot de laatste seconde tussen ADO en VVV. En eindigt het uiteindelijk in 2-2.